Nou, we zagen het ook in de wedstrijd van PSV tegen Atletico. Penalties nemen, dat is niet heel makkelijk. Soriano tegen Königshofer. Maar wat maakt hij daar? What's he done? Well, he pretended to take it and then didn't seem to take it. Oh, that is the worst penalty I have ever seen. Amir, you said it, Amir. Jacques Pollak, leuk dat je er bent. Ja. Jij hebt in je carrière heel veel penalties genomen. En eigenlijk heb je er maar 2 gemist. Hoeveel heb je er ongeveer genomen, denk je? Poeh. Ja, dat zal meer dan 30 zijn, denk ik. Meer dan 30. Dus, ja, je hebt specialisten. Het is geen loterij, zoals heel veel Nederlanders het zeggen. Nou ja, specialisten. Ik vind nog steeds dat het trainbaar is. Niet met een keeper op goal. Want je hebt wel eens van die Pipo de Clowntjes, om in de teksten van Selke te blijven. Die gaan sowieso zwaaien en gek doen. Maar je moet gewoon gefocust blijven. En je moet van jezelf uitgaan. Oké, die bal, hoe die erin gaat, maakt niet uit. Hij moet de touwen raken. Ja, en ik heb meestal al een hoek in mijn gedachten. En als je hem gewoon goed vol raakt, ja, dan gaat hij altijd bijna binnen. Ja, dus was jij goed in het tegenhouden van penalties? Ja. Ja? Heb je daar geen statistiek van? Nee, dat is jammer. Heb jij ook bij hem een penalty genomen toevallig ooit? Nee, gelukkig niet. Nee. Want ben je het er mee eens? Als je hem goed raakt, dan is hij gewoon niet te houden? Nee, dat ben ik ook, ja. Alleen, het is net wat hij zegt. Ik vind nog steeds dat het niet trainbaar is. Want je kunt het 100.000 keer op de training zien, doen. En op het moment dat jij op een halve finale van de WK met die bal op die stip loopt... en je ziet 100.000 man en je weet van als ik hem mis, dan... dat is niet trainbaar. En dan schiet je in één keer die bal, terwijl je 100 keer getraind hebt. Je hebt ook met een bepaalde druk te maken. Maar ja. Ik bedoel, trainbaar zijn op een training. Ja, dat, dat je pionnetjes neerzet. Misschien een halve meter naast de paal. En dat je hem continu in het zijnetje raakt. Waarom kunnen posthooghoogspringers, 100 meter lopers, hinkstapsprongers, snelwandelaars... die kunnen zo'n kleine techniek allemaal trainen? Is. Het is allemaal hetzelfde. Ja, als hij moet trainen, van die bal met in de kruising... dan traint hij dat elke dag en dan doet hij dat in de finale en dan doet hij dat. Alleen dan staat er, wat hij al zegt, er staat dus een keeper. En ik heb het ook wel eens gezien dat die keeper, Ronaldinho, die had een penalty bij Paris Saint-Germain. Die keeper die gaat bij de paal staan voordat hij die bal neemt. Dus hij legt die bal neer en je ziet dat hij niet weet wat hij wil doen. En hij mist hem ook. Dus dat soort dingen. Dat, ja, dat is maar daar heb je toch weer mentale training voor misschien? Ja, dat klopt. Maar... Ja. We hebben een doel. We hebben een bal. We hebben iemand die vrij goed kan keepen. Zou je heel erg een doel wil staan? Ja, tuurlijk. Gewoon voor het idee. Ja, ja. Je hoeft hier niet te gaan duiken op de gymvloer. Dan begint het... dit doe je ook soms voordat je een penalty neemt? Nee. Soms zie ik de keeper ook niet staan. Oké. Okay. Dat ben ik zo in mijn focus dat ik een bal neerleg en dat ik gewoon een keeper niet ziet. Oké. Dan leg je hem neer? Ja. Doe je dat nog op een bepaalde manier? Ik doe het wel op een bepaalde manier. Niet zoals iedereen zegt met het ventieltje. Want als je het ventieltje met een vrije trap neemt, is het wel goed. Ja. Want de keeper heeft een verschrikkelijke hekel aan zwabberballen. Als je hem op het ventieltje raakt, dan wil hij nog wel eens van richting veranderen. Okay. Maar een penalty mag dat niet gebeuren. Oké. Dus niet op het ventieltje? Zeker niet. Leg hem neer. Dan heb je de aanloop. Sommigen nemen een korte aanloop, sommigen een lange. Ik zag jou een middellange aanloop nemen, denk ik. Maar in ieder geval recht naar achter, toch? Ja. Ja, het belangrijke is gewoon dat je standbeen goed naast de bal zet. En dat je gewoon goed in het hart van de bal raakt. En nu staat er een keeper in de goal. Dat moet ik wel even vermelden. Die heeft mij meegemaakt als speler. Dus die kent ook wel een beetje mijn traptechniek. Ja. Dus nu sta ik wel een klein beetje onder druk. Maar ik ga mijn best doen. En hoe weet je dan hoeveel stappen je moet maken dat je goed uitkomt om perfect schot te leveren? Dat is een kwestie van ervaring. Oké, dan tel je niet zoals Ronaldo. 1, 2 en dan kom je al uit. Dus je gaat al onbewust je stappen nemen. Maar ik vind, een aanloop moet je nemen met power. Weet je nu al in welk hoek je gaat schieten? Ja. Nou, laat maar zien. Ja. Dus zo. Ja, niet te houden. Nou ja, goed, als hij zijn best had gedaan, dan had hij in de buurt gekomen. Ja. Maar ik heb nog steeds mijn vinger... Maar jij zegt eigenlijk, het is gewoon trainbaar. Jij zou eigenlijk penalty trainer moeten worden.
Nou, kijk, het is een discussie nu met Sander en ik. Hij zegt van niet, ik zeg van wel. Maar ik bedoel alleen aan te geven, trainbaar, je moet je trap trainen. En als je die traint, ja, dan kan je op een gegeven moment continu een vaste trap krijgen. Dan word je mentaal ook sterker. Ja, maar ik vind ook penalties nemen met een stift. Alsjeblieft, ja, dat vind ik gewoon... Vraag om moeilijkheden. Ja, inderdaad. Toen jij hier de studio binnenkwam, toen zei je gelijk van ik wil die duiven ervan afschieten. Ik heb de decorbouwer gevraagd. Die zegt het is prima, geen probleem. Ja, nou ja, goed, ik ga mijn best doen. Zijn jullie allemaal verzekerd? Ja. Duiven ook. De ziektekostenverzekering. Nou, ik ga mijn best doen. Ik hoop niet dat ik dat dingetje daar raak. Ja, maakt niet uit, joh. Maar... Komt-ie. Nou, de sfeer in de kruising, dat bedoel ik. Je bent zo op de hoogte. Nog één proberen? Nou, nog één keertje dan. Spannend. Schiet de duif voor iets, de duif. Ietsjes meer liften. Oh. Over het randje. Ja, de duif blijft leeg. Ja. Dankjewel. Leuk dat je er was. Graag gedaan. Dankjewel, Sander. Dankjewel, Petra Fiets. Dankjewel, jongens.